Maatschappij 2, criminaliteit. Criminaliteit als maatschappelijk probleem. Criminaliteit, is dat wel een maatschappelijk probleem? Nou, om dat te weten moet je kijken naar een aantal kenmerken. Het moet natuurlijk gaan om een sociaal probleem. En dat betekent dus dat mensen het een situatie of een gebeurtenis vinden die ze afkeuren. Nou, dat klopt bij criminaliteit. Criminaliteit heeft natuurlijk ook materiële gevolgen. Zo wordt de belasting hoger als er veel criminaliteit is, want de overheid moet meer geld uitgeven aan gevangenissen, politie enzovoort. Er moeten allerlei maatregelen genomen worden door burgers en bedrijven. Denk maar aan bijvoorbeeld dat bedrijven meer bewakingscamera's laten installeren, wat weer geld kost. Allerlei particuliere beveiliging, bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer, kost ook weer geld. En producten worden duurder. Als er veel gestolen wordt, wordt het verlies doorberekend in de producten die wel verkocht worden. Het wordt daardoor duurder. Materiële gevolgen hebben dus altijd met geld te maken. Er zijn natuurlijk ook immateriële gevolgen. Dat is eigenlijk alles dus wat niet met geld heeft te maken en meer met gevoel en of emoties. Daarbij moet je denken aan beperking van bewegingsvrijheid. Als je bijvoorbeeld een keertje wordt aangevallen in een park en je durft daarna een park niet meer in, dan ben je beperkt in je bewegingsvrijheid. Want je durft niet meer overal te komen. Je kunt er een trauma aan overhouden. Gevoelens van angst en onveiligheid. Er bestaat een gevaar voor eigenrichting, dus dat mensen zelf eigen rechten gaan spelen. Er kan sprake zijn van normvervaging, zodat men niet meer echt goed weet van wat is nou goed, wat is nou slecht. Denk bijvoorbeeld aan het stelen van fietsen op het station. En er kan een verlies van vertrouwen in politici optreden. Zij moeten immers criminaliteit oplossen en gebeurt dat niet, dan kun je het vertrouwen in de politiek verliezen. Hoort allemaal nog bij het eerste kenmerk. Gaan we nu kijken naar het tweede kenmerk. Er zijn verschillende meningen over. Er zijn natuurlijk over elk onderwerp verschillende meningen. Maar het gaat hier wel om een probleem dat niet snel is op te lossen. Als je dan kijkt naar criminaliteit, bijvoorbeeld de vraag of er hogere gevangenisstraffen moeten komen. Je hebt daar tegenstanders van, maar je hebt er ook voorstanders van. Er bestaan dus verschillende meningen over de vraag of er hogere gevangenisstraffen moeten komen. Het derde kenmerk is dat het een politiek probleem is. Criminaliteit is te groot om door mensen alleen op te laten lossen. De overheid moet dus uiteindelijk voor een goede oplossing zorgen. De politieke oplossing die gekozen wordt verschilt of je links of rechts bent. Links kijkt vooral naar preventie en dat is het voorkomen van criminaliteit. Terwijl rechts juist repressieve maatregelen willen. En dat betekent dat ze achteraf maatregelen willen gaan nemen. Wat zijn er voorbeelden van linkse maatregelen, dus om criminaliteit te voorkomen? Nou, beter onderwijs en meer banen. Terwijl achteraf iets doen juist betekent dat je strengere straffen gaat geven. Dan de vraag of jongeren een probleem zijn. Veel pubers gaan wel eens een keertje de fout in. 75% van hen pleegt wel eens een licht vergrijp. Denk daar bijvoorbeeld een keer aan een deodorant, stelen uit een winkel, dat soort dingen. Een licht vergrijp. Het grootste gedeelte van deze groep krijgt later, als ze wat meer verantwoordelijkheid hebben, niet meer te maken met criminaliteit. Die verantwoordelijkheid die komt dan vooral uit bijvoorbeeld een baan en een gezin. Dus bij hun verdwijnt de criminaliteit eigenlijk, doordat ze wat ouder worden, vanzelf. Er is echter een kleine groep die steeds in een herhaling blijft vallen. Die dus crimineel gedrag blijft vertonen. Deze groep noem je recidivisten, ook wel draaideurcriminelen genoemd. Ze blijven steeds opnieuw criminele feiten plegen. Je noemt ze ook wel beroepscriminelen.